Vaarte, goeiedag en welkom bij deze aflevering van ATV's COVID-19 Update. Dat is het dagelijks programma waarbij we dus informatie brengen, updates geven over de COVID-19-pandemie, waarmee de hele wereld te maken heeft en ook Suriname natuurlijk. Ik heb vanmorgen de COVID-website gecheckt en de cijfers die geven aan dat er 319 positief geteste personen zijn geweest, 142 zijn genezen verklaard, 168 actieve cases op dit moment. Er zijn 392 personen in quarantaine en jammer genoeg hebben 9 personen het leven gelaten. In dit programma is onze gast vandaag iemand die heel dicht bij het vuur staat, iemand die er alles mee te maken heeft. Haar naam is Ingrid Krishnadat. Zij is arts-epidemioloog en ze is hoofd van Public Health op de Anton de Kom Universiteit. Mevrouw Krishnadat, van harte goedemorgen. Goedemorgen. En welkom in ons programma. Laat me hiermee beginnen. In de maand februari wist bijna niemand nog van COVID in Suriname, een hele ver van mijn bedshow. En nu zijn de cijfers bijna schrikbarend, kunt u zeggen. We hebben gisteren het jammerlijke bericht gehad dat de 9e persoon is overleden. Wat zegt dat u? Nou, dat zegt mij dat we inderdaad voorzichtig moeten zijn. Dat zoals we de hele wereld niet gevrijwaard zijn, want ja, tegenwoordig in 2020 reizen we niet meer met ezelskarren, maar met vliegtuigen. En we zijn heel snel heel dicht bij elkaar. En zo'n ziekte als COVID-19, die wordt dus ook heel makkelijk overgebracht. Dus op die manier is het dus toch wel overal verspreid. We hebben heel lang geprobeerd mensen buiten te houden. Maar uiteindelijk is dat toch niet echt gelukt. En er zijn dus mensen binnengekomen. De cijfers zijn natuurlijk wel hoog. Maar ik moet eerlijk zeggen, door controle, door interventies, zijn ze echt niet zo hoog als ze zouden zijn als het virus losgelaten was. Als het virus losgelaten was, van doe maar in Suriname wat je wil, dan hadden we duizenden gevallen. En een van die interventies is de total lockdown geweest de afgelopen 2 weken. Wat is de belangrijkste reden geweest dat men is overgegaan tot een total lockdown? De total lockdown die is gevraagd, die is geïmplementeerd na de grote uitbraak die ten gevolge eigenlijk was van het, we kunnen gewoon zeggen, het verkiezing gebeuren. Waar mensen zo enthousiast waren dat ze eigenlijk de regels waren vergeten eventjes. En ook omdat je in die periode allerlei soort mensen had die van overal kwamen om hun stem uit te brengen. En dat was dan ook grensoverschrijdend van plekken waar er wel COVID was. En dat heeft gemaakt dat we ineens een hoge stijging hadden. Maar behalve de lockdown doet het ministerie van Volksgezondheid, wat een van de beste maatregelen is voor het containen van een epidemie. En dat is test, track en isolate. We zoeken naar mensen, we testen ze, we kijken wie hun contacten zijn, we zetten zoveel mogelijk in quarantaine en we isoleren iedereen die positief is. Dat is de beste maatregel. De lockdown heeft een correlatie met het omlaag gaan van gevallen. We hebben de lockdown geïmplementeerd en we hebben kunnen zien dat in die periode in ieder geval er minder gevallen waren. De lockdown was bedoeld, of is bedoeld geweest, om het verkeer tussen mensen te minimaliseren. Want het verkeer tussen mensen is wat de transmissie bevordert. Hoe minder mensen je ziet per dag, hoe minder mensen je potentieel kan besmetten. Dat is het simpele wat we wouden. Ja, en nu na 2 weken lockdown zijn er versoepelende maatregelen aangekondigd. Het resultaat van de lockdown was daar. Het is omlaag gegaan of in elk geval niet omhoog gegaan. Maar was het, vragen mensen zich af, niet te vroeg om al te gaan versoepelen? Kan je niet het effect krijgen dat er nu ineens weer mensen een heleboel dicht bij elkaar gaan staan en dat je na 2 weken na nu weer een outburst krijgt? Het is met en zonder lockdown mogelijk. Als public health professional heeft een lockdown verschillende effecten. En de gezondheid ten gevolge van COVID is één. Maar je hebt ook mensen met allerlei soort aandoeningen. Mensen die ten gevolge van de lockdown ineens niet naar de dokter kunnen. Ik ken persoonlijk sterfgevallen die niet op tijd de ambulance hebben gehaald. Dus er zijn ook andere effecten. COVID is niet de enige ziekte in Suriname. Er zijn andere problemen. En we moeten dat breed bekijken. Dus
we zeggen, iedereen praat over een versoepeling van maatregelen, behalve ik. De lockdown, dat woord lockdown en die druk vanuit de overheid is misschien weggehaald. Maar de maatregelen van blijf uit elkaar, doe dit niet, doe dat niet, doe zus niet, doe zo niet, zijn hetzelfde. Ga naar je werk, want je moet eten. Maar ga niet je collega omhelzen. Blijf op afstand van je collega. Draag je mondkap. Heb de sanitaire voorwaarden op het werk. Zodat je kan eten, je kan je gezin verzorgen. Maar je kan ook ervoor zorgen dat je niet ziek wordt. Dat is eigenlijk het opheffen, zoals jullie dat noemen, van de lockdown. Maar het is geen versoepelen van maatregelen. Dat wil ik eigenlijk toch wel zeggen. En het houdt absoluut niet in dat de zaak nu onder controle is. De zaak onder controle? Ja, is een beetje ruim begrip. Ja, dus in principe kan ik wel zeggen dat de zaak, we hebben een goed beeld van de zaak. We zien van waar de gevallen komen, we kunnen ze trekken en tracen zoals ik eerder heb gezegd. Een groot deel kunnen we in quarantaine plaatsen, we hebben de quarantainelijsten vrij snel. En de zaak is pas helemaal onder controle als we zien nul geval, nul geval, nul geval. Maar daar zijn we nog niet, maar we gaan wel naar die kant. Oké, okay, dan zijn er twee dingen. Er is publieke spreiding, community spreading, zoals ze dat noemen. En wij praten steeds over clusters die we hebben kunnen tracen. Mm-hmm. Kunt u kort het verschil uitleggen tussen die twee begrippen? Dus eigenlijk als men praat over community spreiding in de context zoals u bedoelt, dan praat men over, we weten niet meer van waar het virus komt, we weten niet meer wat er aan de hand is. Ga naar je huis, trek een deken over je hoofd en wacht dat het voorbij is. We zijn nog lang niet aan. We weten waar ze vandaan komen, we weten hoe ze gerelateerd zijn, we weten wie ze kunnen besmetten en die dingen kunnen we containen en dat zijn we aan het doen. En is het echt zo dat het grootste deel komt van buiten, vanuit het oosten, vanuit de zuidgrens, Brazilianen, Frans-Guyana, is dat wel zo? Dat is wel zo, ja. Oké, okay, wat vertelt dat ons eigenlijk? Zegt dat ons dat in Paramaribo het vrij stabiel is en dat we moeten oppassen met wat van buiten komt? Nee, dat zegt ons het niet. Die vraag is het gekomen van buiten, maar het is nou in Paramaribo, a compa. Mm-hmm. Dus we moeten echt wel voorzichtig zijn. Maar we hebben wel dus een goed beeld van waar het nu is. Daar kunnen we het containen. Kijk, als je COVID krijgt, dan zou je over 2-3 weken er vanaf moeten zijn en dan ben je klaar daarmee. Dan ben je geen probleem meer en dan is het, sommige mensen verloopt het minder gunstig, vooral als je onderliggende aandoening hebt. Ja, dan is het de afloop misschien niet zo gunstig, maar toch voor het grootste deel van de mensen is het gewoon gunstig. Dus als we het containen, daarom was het ook 2 weken lockdown, in 2 weken heb je een hele hoop gevallen die dan afzudderen, kan je zeggen, het zuddert af. En dus die mensen die milden en matige klachten hebben en 2 weken in hun huis zijn gebleven, die zijn dan niet meer besmettelijk. Dat is wat zo'n lockdown doet. En maar mensen die dus wel zieker zijn geworden, die hebben we dus wel gevonden. We hebben sommige clusters in huizen gevonden en dan weten we, het is in ieder geval in hun huis gebleven en het is niet gegaan naar de hele wereld en al dat soort dingen. Dus dat hebben we wel kunnen zien. En u had er net aan dat volksgezondheid bezig is met testen, dat is heel belangrijk, dan meten is weten, zegt men. Ja. Gisteren is begonnen met de drive- en walk-through testlocaties. Daar gaat volksgezondheid naar de mensen toe. Ja, ik moet even corrigeren. Het zijn mobiele units die zijn uitgegaan naar plekken waar er veel gevallen of potentieel veel gevallen kunnen zijn, om die alvast te kunnen zoeken. Mm-hmm. Zodat, zoals ik net zei, als ze nog in een milde vorm zijn of er nog niet veel spread is, dat we in ieder geval weten waar het is en daar gelijk kunnen containen. Dat zijn dus eigenlijk de mobiele units die tijdelijk daar, je staat daar inderdaad, kan je drive-through en walk-through zijn, maar het is gewoon eventjes tijdelijk. De bedoeling is dat vanuit de gezondheidsautoriteit en de gezondheidsinstellingen die dit zijn, RGD, medische zending, dat er pas te komen waar mensen inderdaad gewoon routinematig zullen zijn. Vanaf vandaag zal wel op Noord bij de malaria tropkliniek voor de mensen die mensen in die omgeving wel continu een testpunt aanwezig zijn. En hoe gaat dat in zijn werk? Stel dat ik van Noord ben en die testunit is daar. Hoe word ik getest? Kan ik gewoon er naartoe? Word ik opgeroepen? Wat is de procedure? Dus
Als u gewoon prima eruit, zoals u, ik heb de indruk dat u geen enkel klacht heeft, dan moet u absoluut niet naar daar gaan. Want dan kan u nog straks nog iemand daar moeten die een klacht heeft en dan wordt u wel ziek. Dus liever blijft u thuis als u niks heeft. Mm-hmm. Heeft u een klacht, toch, die lijkt op de COVID-klachten, je zou worden continu ook in beeld gebracht en u wilt dat weten, dan kunt u bellen, appen, je hebt speciale nummers. En dan zegt men, komt u tegen die tijd, dan kunnen we u testen. Waarom moet je afspraak hebben? Als iedereen los vastkomt, dan moet je telkens een speciaal pak aan om iemand te testen. We willen liever een beetje, toch wel een beetje bij elkaar, niet op elkaar, maar een beetje bij elkaar gespreid. Dat we dus niet te veel materiaal hoeven te vermorsen van de gezondheidszorgers. En wat voor testen worden gebruikt? Moeten mensen bang zijn? Doet het pijn? Hoe gaat het in zijn werk? Nou, er wordt wat ze noemen een PCR-test gebruikt en dat is een test die gebaseerd is op het vinden van virusdeeltjes in uw slijmvlies. En het doet geen pijn, maar het is wel ongemakkelijk. Oké. En iemand die getest is, wanneer is het resultaat daarvan bekend en hoe krijgt de persoon dat te horen? De mensen die gisteren getest zijn, geswapt zijn, hun test gaat vanmorgen in de machine en dan is het in de middag het resultaat. Het resultaat wordt doorgebeld naar de persoon. Als het positief is, zal die persoon moeten worden opgenomen, zoals gebeurt met iedereen. Als het negatief is, wordt de persoon bewust gemaakt dat negatief niet wil zeggen dat je geen COVID hebt. Het wil zeggen dat het op dat moment niet detecteerbaar is. Dus dat die persoon nog steeds niet met zijn hele familie op schoot moeten gaan zitten, maar nog steeds een beetje apart moet blijven van zijn familie. En als hij dus zieker wordt, zouden we suggereren, test dan nog een keer. En als hij beter wordt, dan had hij waarschijnlijk gewoon iets ding dat we allemaal hebben. En de logica leert ons dat hoe meer je test, hoe groter de kans is dat er meer positieve gevallen komen. Nee. Ontdekt. Want positieve gevallen zijn er. Ja, precies. Maar hoe meer je test, hoe meer je ze kan vinden, dus hoe meer je ze kan zetten in hokjes voor die 2 weken of die 3 weken, zodat ze geen andere mensen kunnen bezetten. En bestaat de kans dan bijvoorbeeld, en dat is een wild thought of mij, dat als je, zeg maar, als we over 2 weken alle testen binnen hebben van de mobiele units en het blijkt dat er heel veel mensen positief getest zijn, dat we teruggaan in een lockdown, dat er verscherpende maatregelen. Als we ze via die mobiele units vinden, dan hebben we ze gewoon allemaal. Maar als we nog steeds via het ziekenhuis, via dit, via dat, allerlei soort mensen overal zien en dat niet, en we niet weten van waar komt dat nou ineens, dan is het een probleem van, laten we kijken of we toch iedereen zover kunnen krijgen dat men goed begrijpt waarom het is en men goed eventjes rustig kan blijven. En dan voor de duidelijkheid, mevrouw Krishnadat, iemand kan drager zijn, ik kan het virus hebben, maar ik heb geen verschijnselen. Kan ik dan iemand anders besmetten? Het komt heel weinig voor. Eigenlijk, zoals u net aangaf in februari, had nooit iemand van u gehoord. Maar uiteindelijk hebben we gezien dat het heel weinig voorkomt. Maar ik durf niet te zeggen dat het niet kan. In de eerste studies die ik las was het groter, het wordt steeds kleiner wat men leest. Maar volgens mij is het er nog steeds. En het gaat er gewoon van, kan je dat virus uithoesten als je bijvoorbeeld drager bent en je bent zanger van een koor en je hebt zulke longen. En je gaat daar dan denk ik wel dat het naar buiten gaat komen. Maar als je iemand bent die met iemand praat, dan is het een beetje minder waarschijnlijk. Maar dus, het is wel zo dat wanneer je ziek bent, het virus in grotere mate aanwezig is in je lichaam. En het makkelijker naar buiten komt. Ja, en er was er nog een onduidelijkheidje over wanneer is iemand, nou niet genezen verklaard, maar wanneer is iemand zover dat de persoon geen ander meer kan besmetten. Het ging om, als je getest wordt na 2 of 3 weken, dat je nog restdeeltjes kan hebben, maar dat je anderen niet kan besmetten. Wat is de story precies? Nou, u heeft wel eens gekeken naar een detective film of zo. En u ziet, na een tijdje gaan mensen vinden, DNA, die persoon is al dood, je vindt haar. Maar die persoon is dood. Okay. En je weet, die persoon is dat, maar je ziet zijn DNA. Precies zoals dat virus dood, maar je vindt zijn haar of zijn jas of zijn dinges nog in die persoon. En dan zie je, die persoon had het. Maar ik weet, in de tijd dat hij ziek is geworden en nu, is dat ding al mors dood. Dus hij hoeft niet meer uit de gemeenschap gehaald te worden. Dus hij mag in de gemeenschap, want hij gaat niemand besmetten. Hij heeft misschien nog een paar klachten, want die klachten van COVID kunnen lang doorgaan, maar je bent niet meer besmettelijk. Je bijvoorbeeld, je ziet mensen dus die heel lang nog last hebben van hun longen,
heel lang nog last hebben van een aantal dingen, want het test soms een paar zenuwtjes aan en dat is niet snel teruggebracht. Maar dat zijn dus de effecten van het COVID-virus. Maar dus de bespreiding, de infectiviteit, om maar zo te zeggen, dat is dan al gereduceerd. Oké. Okay. En dan vanuit het COVID-management team wordt steeds bezorgd gesproken over de grenzen. Hoe kijkt zeg maar, het medisch deel van de bestrijding tegen die kwestie aan? Wel, het medisch deel zegt, maak die grens dicht. Ik weet niet. Als ik bijna bij word ik Trump en zeg, build the wall. maar dat kan niet. Maar oké, medici hebben hun beperkingen. Mensen die grenskundig zijn, die weten van, nou dat gaat een beetje moeilijk. Misschien kunnen we het nog zo doen. Er is sprake van oké, laten we kijken met die Fransen hoe we dat kunnen doen. Want we worden eigenlijk vanuit Brazilië toch meer belaagd waar er geen controle is. Wij en de Fransen doen ons best om mensen te vangen en allerlei soort dingen te doen. Maar we hebben niet de indruk dat dat overal zo is. Het gevaar blijft komen vanuit die kant. Ja. En dan kregen we ook een beetje een verontrustend bericht dat de capaciteit steeds nijpender wordt. Dat quarantaineplekken steeds minder worden. Dat ziekenhuisopnameplekken steeds minder worden. Wat is de status daarvan? Niet zo goed, denk ik. We zijn wel behoorlijk boven de 50%. Maar er zijn dus plekken bijgemaakt. De KKF gaat heel wat gewoon positiever. En zoals ik al zei, de meeste positieven zijn niet echt hospitaalbehoeftig. Maar ze moeten wel even uit de maatschappij. Die gaat ze wel afhangen. Dus er is al sprake van uitbreiding. En ik denk wel dat als we dus doorgaan met actief zoeken naar die mensen, dat we ze gaan kunnen accommoderen voor die periode dat ze besmettelijk zijn. En de afgelopen tijd is ook in het nieuws geweest de kwestie Rosebel Gold Mines met een aantal besmettingen. Het bedrijf heeft gereageerd, maar het blijkt dat het aantal positief besmette personen steeds toeneemt. Wat is uw mening daarover? Nou, in mijn mening is dat de Rosebel Gold Mine de verantwoordelijkheid heeft om ervoor te zorgen dat ze de mensen van hun company goed verzorgen, op hun gezondheid letten en ervoor zorgen dat ze geen gevaar worden voor onze maatschappij. Dat is mijn mening. Wel hebben we gezien dat het lijkt alsof het... We hebben gisteren geen gevallen meer van Rosebel gezien. Ik weet niet van vandaag, maar gisteren hebben we helemaal geen gevallen gezien. Dus er is weinig getest. Maar eergisteren was er volgens mij geen geval. Dus het lijkt misschien alsof het aan het aflopen is, ik hoop het. Maar ik vind wel dat daar heel goed op gelet moet worden. En er wordt steeds gesproken over we have to flatten the curve. Kunt u in makkelijke woorden uitleggen wat daarmee bedoeld wordt? Dus zoals ik al zei, u zegt van we hebben 300 zoveel gevallen, wat veel. Eigenlijk konden we al duizenden hebben. En dat is dus flatten the curve. We zorgen ervoor dat we niet duizenden hebben, maar we gaan minder hebben, zodat die capaciteit die we hebben nog net voldoende is om die mensen op te vangen, die mensen te containen en die mensen te dingen. Daar moet je zulke strenge dingen doen als lockdowns en et cetera, zodat die spreiding niet massaal wordt. En vooruitkijken in het COVID-geval is echt koffiedik kijken. We hebben bijvoorbeeld nu 9 mensen die overleden zijn, maar 8 zijn in deze maand overleden. Als je een beetje vooruit moet kijken, wat zegt die glazen bol u? Wel, ik heb geen glazen bol, maar ik denk dat het gaat afnemen. Ja, en waarom zegt u dat? Omdat we zo hard aan het werken zijn met test, track en isolate. En hoe belangrijk is de bijdrage van de gemeenschap in deze? Want we hebben wel een COVID-management team en een heleboel artsen en specialisten die keihard werken aan die ene kant. Maar het is natuurlijk voor de gemeenschap. Maar de gemeenschap heeft een bijdrage. Wat is die bijdrage? De bijdrage is dat je dus je verantwoordelijk gedraagt. Je moet je beseffen dat niemand, als COVID staat niet op je voorhoofd geschreven. En je kan nu zonder klachten zijn, maar ineens begin je over een uur te hoesten. En als je hoest, dan verspreid je. Dus daarom draag een mondkap, zodat als iemand daar hoest en ook zijn mondkap op heeft, dat hij minder de kans heeft. Was je handen constant en zorg voor een afstand tussen mensen die je niet kent. Met je gezinsleden kan je niet delen op 2 meter afstand zijn, dat is onlogisch. Maar met zoveel mogelijk andere mensen wel. De gemeenschap, de bijdrage van de gemeenschap is inderdaad ook letten op elkaar.
Als jij ziet dat een persoon het niet doet, kan je die persoon rustig op een rustige manier zeggen. Hé, hey, brada of sisa, kijk, we zijn allemaal in één ding. We willen niet dat we allemaal ziek worden. Dus we letten op elkaar. We moeten ook letten op de manier waarop bedrijven worden ingericht. Er zijn richtlijnen waar men naar wil kijken. En dat is dus heel belangrijk. Eigenlijk kunnen we dit niet aan als we het alleen doen. De gemeenschap moet meewerken. Men moet het beseffen. En heel belangrijk is, als je klachten hebt, hoe licht dan ook, laat je testen. Probeer een test ergens te laten dingen, zodat je in ieder geval het moment dat het detecteerbaar is, dus verspreidbaar, dat je geïsoleerd kan worden voor een korte tijd. Je hoeft niet bang te zijn, je wordt niet opgesloten voor dingen. Voor een korte tijd word je eventjes in het ziekenhuis gezet en onder zorg van medici, want je kan heel erg ziek worden. Dan ben je blij dat een dokter daar is. Toch? Dus, Oké, dat was. En tenslotte wil ik toch nog een heel persoonlijke vraag stellen. U had uw ritme voor dit heel COVID-gedoe. U had uw ritme met uw werk op de universiteit. Hoeveel heeft COVID in Suriname uw leven veranderd? Wel, mijn arme studenten zitten te vragen, wanneer geeft u me nou een antwoord op dit of dat of zus of zo. Ik heb daar helemaal geen tijd voor. Ik kan er niet rustig, want ik ben eigenlijk voornamelijk begeleid studenten in onderzoeksprojecten en onderzoeksdingen. En je moet erop focussen, je moet er niet denken. Je moet... Maar dus het heeft alle tijd van me weggenomen. Mevrouw Krishnada, bedankt voor uw bijdrage. Ik denk dat we er heel veel aan gehad hebben. U en het hele team werken keihard. We hopen dat zijn vruchten afwerpt, niet alleen, maar ook dat de gemeenschap begrijpt dat het niet komt van het team alleen, maar dat zij een belangrijke bijdrage hebben. Bedankt voor uw bijdrage. Ik dank u. Nou, dat was het gesprek met mevrouw Krishnada, die heel dicht bij het vuur zit, zeg maar. Ze weet er alles van. Het is vrij duidelijk geweest. Maar de boodschap is dat de gemeenschap een belangrijke bijdrage heeft. Neem de verantwoordelijkheid, doe wat u moet doen. De hygiënemaatregelen zijn belangrijk, het afstand houden is erg belangrijk, mond- en neusbescherming is erg belangrijk. Doe het. Tot zover deze aflevering. Bedankt voor uw aandacht en graag tot morgen.